Ja, 9 miljoen euro voor een Ghanese dribbelaar, een nieuw contract voor André Onana en Champions League spanning in Amsterdam. Ik had eigenlijk met Freek Jansen willen hebben zo'n terugkeer bij VI voor de eerste keer in de studio. Maar ja, het Ajax nieuws, hè? Ja, nee, laten we maar de mensen niet vermoeien met mijn terugkeer. Maar welkom terug, Freek. Ja, dankjewel, dankjewel. En in een mooie studio, ja. God, ja. Hebben ze van die transfersom van vorig jaar? Hebben ze dat, dat hadden we over, dus dat hebben we hier neergezet. Ja, dat dacht ik al, ja. En nu mag je zelf gaan zitten. Nu mag ik zelf gaan zitten. Ja, Ajax, bam. Je bent terug. Ajax, wat je genoeg te doen. Ja, laat het beginnen toch met Mohamed Kudus, moet ik zeggen, ja. Denk ik, hè? Kudus, ja. Het is nog een beetje gis hoe je het uitspreekt. Ik denk het zo. Anthony was ook al een beetje zoek hoe je dat uitsprak. Maar nee, Kudus. Ja, nee, het is rond. Het is alsof ze gewacht hebben tot wij hier voor het eerst zouden gaan zitten. De officiële bekendmaking gaat er plaatsvinden de komende dagen. Er zal nog een laatste keuring moeten plaatsvinden, denk ik. Maar ze zijn eruit. Ze zijn er met de club uit voor 5 jaar met de speler. En ongeveer 9 miljoen. En dan kan het bedrag nog oplopen met bonussen. Zoals dat tegenwoordig bijna bij alle transfers geldt. Dus nou, dat is een flink bedrag. Ja, jongen van 19 jaar. Ik denk ook dat de eerste reactie is. Dat is wel flink. Is dat nou de markt van dit moment? Of is die jongen zo extreem goed? Nou, ik denk vooral het tweede, want het eerste is heel lastig. Je merkt met iedereen die je spreekt dat niemand eigenlijk weet wat de markt op dit moment is. Hè. Door de coronacrisis is natuurlijk die transferwaarde van heel veel spelers, die zijn gekelderd. Maar waar naartoe weet niemand. Dan straks gaan we het over hebben over die uitgaande transfers. Dat geldt natuurlijk ook voor Onana, Tagliafico, Van de Beek, wat precies de waarde is. Maar in dit geval met deze speler is het vooral denk ik zijn kwaliteiten. En dat wordt ingeschaald als toch een van de topspelers momenteel in de Deense competitie. En nee, op VI Pro, ik mag gelijk even reclame. Is het een sluikreclame of moeten we gewoon gelijk groot aankondigen VI Pro? Eigen product. Niet dat, eigen product. VI Pro, nee, maar daar heeft Pieter Zwart gisteren een hele analyse gemaakt over die spelen. Die heeft beelden bekeken. En wat ik daar vooral ook interessant aan vind aan die analyse is dat het de theorie en de praktijk wordt gekoppeld. Dus de praktijk ook dat de tegenstanders zijn gebeld. Onder meer Van Weert en ook Kees Luijks, die ook echt direct de tegenstander was in het veld van deze jonge Ghanese. Want het is een Ghanese speler. En ja, die waren echt lovend. Die zeiden echt van dat zij al direct wat door hadden dat dit wel speciaal was. Ja, dat moet ook wel, anders gaat Ajax niet zo'n speler halen. En dan helemaal niet voor zo'n bedrag. Dus nee, het is een opvallende aankoop, een leuke aankoop. En het geeft ook wel, denk ik, aan dat ondanks alles wat er gebeurd is, de transferwindow wel weer op gang gaat komen. Ja. Welke positie wordt hij gehaald? Ja, dat is ook nog wel een mooi verhaal. Het staat officieel als spits, maar het is geen echte spits. Het is meer een valse spits. Hij kan goed ook als aanvallende middenvelder spelen. Heeft ook heel veel wedstrijden gespeeld. Dus het is een beetje eigenlijk een dynamische speler die, denk ik, vooral ook als nummer 10 uit de voeten moet kunnen. Nou ja, en dat maakt het natuurlijk interessant, want Donny van de Beek is natuurlijk de nummer 10 van Ajax op dit moment. Nou ja, de kans is natuurlijk nog steeds heel groot dat hij deze zomer vertrekt. Nou ja, en dan heb je met deze jongen, met Kudus, een potentiële vervanger in huisje. Nou, nu heb ik Overmars horen zeggen dat als we iemand halen, dan moet hij van Champions League niveau zijn. Ja, het is een beetje gissen, jongens 19. Maar denk je dat dit zo'n jongen is die dan al volgend jaar er meteen kan staan? Lastig. Ik denk dat het, ja, dat is eigenlijk niet vooraf in te schatten. Ja, ik kan hier weer ontzettend de wijsneus gaan uithangen. Dat doe ik ook wel, van dat hij absoluut die kwaliteit hij heeft. Ze zien wel de potentie erin. Dat is ook een open deur, anders haal je zo'n speler niet. Maar er zijn ook heel veel andere clubs die achter hem aan zaten. Echt grote clubs in Engeland, in Duitsland. Dus het is wel echt een speler die opvalt. Alleen ja, vorig jaar dachten we op dit moment ook dat Marin of Alvarez, dat echt spelers waren die Ajax sterker zouden maken. Nou ja, bij beide is dat nog niet echt het geval geweest. Bij Alvarez wel wat meer dan bij Marin. Maar dat waren ook spelers met nou ja, Marin soortgelijk bedrag, iets meer zelfs, 12 miljoen. Alvarez 15 miljoen. En die hebben dat ook nog niet op dat niveau kunnen laten zien. Nou, dat is te hopen dat zij het komend jaar wel kunnen laten zien. Nou, en voor deze speler, Kudus, geldt denk ik hetzelfde als voor Anthony, de Braziliaan die ze aantrekken. Van hoeveel tijd hebben ze nodig om echt hun beste spel te laten zien? En bij Anthony nemen ze wel echt de tijd. Nou ja, en deze jongens van dezelfde leeftijd. Dus ook bij deze jongens zullen ze niet verwachten dat hij er vergelijk vanaf de eerste training zal staan. Nee, nu heb ik hetzelfde stuk van Pieter Zwart op VI Pro gelezen. Goed stuk, hè? Een goed stuk, ja. Abonneren. Bij de kop was dribbelkoning zonder overzicht. En dat triggerde mij ook wel een beetje. Ik denk van, ja. Oké, jongen, goede statistieken. Hij blijkt alles en iedereen voorbij te dribbelen. Maar overzicht, ja. Dat wordt wel gevraagd bij Ajax. Nee, en daarom, dat vond ik ook wel goed daaruit. Ziyech is natuurlijk weg. En de hunkering, wij tellen nu al af, de hunkering gaat gigantisch zijn naar een tweede Ziyech. Zoals het afgelopen jaar heel erg ging over een tweede Frenkie de Jong. Ja, dan moet je toch denk ik gewoon vergeten. Je gaat geen tweede Ziyech hebben die ook een goede dribbel heeft, die een passeeractie heeft, maar die ook altijd het overzicht heeft. Denk maar eens aan al die balletjes die achter de verdediging legde, waar die Promes binnen kon tikken.
Dat is deze speler niet, inderdaad. Dat zie je ook wel vanuit die analyse, vanuit die reacties. Dat dit is meer een blinde speler om hem tekort te doen. Hè? Ze moeten niet gelijk gaan koppen van Ajax haalt een blinde speler. Maar om maar aan te geven, iedereen die gevoetbald heeft, die heeft ook vaak wel met een jongen in zijn voetbalploeg gevoetbald die geweldig kan dribbelen, een hele mooie actie heeft, maar vaak met de eindpaas net niet uitkomt. Je merkt aan de reacties dat dit soort speler kan zijn. Alleen, tegelijkertijd denk ik ook vooral dat je naar de positieve kant bekijken. Hij heeft diepte in zijn spel. Hij is iemand die, als je het goed hoort, echt spelers makkelijk kan uitspelen. Nou ja, dat is ook wel iets wat Ajax ook wel nodig heeft. In de kleine ruimte vaak overtal creëren. Dat past ook wel echt bij het spel wat Ten Hag wil spelen met Ajax. Nou ja, en dan als hij in Nederland kan laten zien of in Europa wat hij in Denemarken heeft laten zien, dan is dat positief. Ja. En pas 19 jaar, dus hij kan ook nog groeien. Hè? Ja, hij wordt wel al heel snel weer 20 jaar, begin augustus. Dus dan gaan we het allemaal over de 20-jarige Ghanese aanvallende middenvelder aanvallen hebben. Maar een groot talent, absoluut. Ja, ja precies. Nou, dan gaan we het even verder hebben over de spelers die al dan niet gaan komen. Heel onbeschoftelijk dat ik hier mijn telefoon op tafel bleek. Maar dat komt omdat de afgelopen dagen gaat er echt van alles qua transfers. Zullen de mensen meteen even meenemen? Jij bent net uit een overleg gelopen om het nieuws van deze Kudus te brengen. Om de Kudus te brengen. Gezien, ja, nee, precies. En nu is het meer van, want de laatste dingen, dat eventueel zou Sampdoria en de markt zijn voor Karel Eiting. Dus vandaar dat ik mijn telefoon hier op tafel heb liggen. Dus voordat mensen zeggen, hey, hoor, wat een onbeschofte vent. Maar goed. Hoe concreet is dat? Nou, nee, dat is niet heel concreet. Nee, dit is typisch, je wordt kapot gegooid. Dan maak jij ook heel veel mee, Stef, met zaakwaarnemers of begeleiders. Maar ook gewoon vanuit club zelf met mogelijke geruchten. Nou, nu blijkt dat vorig jaar was er wel wat interesse van Sampdoria in Eiting. En nu zouden ze weer een beetje polsen. Maar het is echt te vlak, zelfs nog te vlak, dat wij er op de site of VI.nl, weer een beetje reclame, een groot bericht hebben ingezet. Maar goed, wie weet dat daar beweging in gaat komen. Want dat is ook wel weer een interessante speler. Ja. Precies. Gaan we nog even door naar de jongens die mogelijk zouden kunnen komen naar Ajax. Pierre-Emile Højbjerg, Southampton, 24 jaar. Hoe staat dat ervoor? Is dat nog concreet? Zit dat nou, ik heb wel het gevoel dat steeds iets vager wordt. Kijk, het was concreet in die zin. Ajax heeft hem veel bekeken. Ajax was enthousiast. Het past ook wel precies in het plaatje wat Ajax ook wel schetst. Dat ze niet alleen maar de 19, 20-jarige, de Anthony's of de Kudus willen halen. Maar ook een wat meer ervaren krachten. Nou, daar paste deze volgens mij 32 interlands voor Denemarken. Echt al jarenlang in Duitsland gevoetbald. Nu al jarenlang actief in de Premier League. Ja, dit is gewoon echt een stevige kracht wat je binnen zou kunnen halen. Ook een type verdedigende middenvelder. Ook een positie waar volgens mij Ajax nog wel versterking kan hebben. Maar goed, er is meer interesse in deze spelen. Onder meer Tottenham Hotspur, Everton is concreet. En ik begrijp wel van het middenkant dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf in Engeland. Ja, dat, als je dan moet concurreren als Ajax met dit soort clubs. Ja, ik las toevallig ook de afgelopen dagen ook nog ergens de naam van Manchester City voorbij komen. Ja, dan weet je dat het voor Ajax te lastig wordt om het te halen. Maar Ajax vindt hem een hele interessante speler. Wil hem volgens mij heel graag naar Amsterdam halen. Alleen ik heb niet, op dit moment niet het gevoel dat dit heel snel gaat gebeuren. Nee, maar het klinkt wel een beetje als ze met dit soort jongens bezig zijn, dat bepaalde andere jongens misschien al wel weer naar de uitgang gaan eigenlijk. Ja, nee, kijk, bij Ajax is natuurlijk altijd het doorselecteren. En dat maakt deze periode zo gek, omdat ze natuurlijk vanaf maart, begin maart, niet meer gevoetbald hebben. Maar die selectie is gewoon heel groot. Het is gewoon in de breedte, eigenlijk een hele brede selectie wat Ajax nu heeft. Dus als je die spelers nu erbij haalt, en zal aan de onderkant zullen er ook spelers vanaf moeten. Nou ja, en dan kom je toch in de categorie, nou ja, wie weet dat met Eiting concreet gaat worden. Die categorie moet je dan aan denken, ja. Precies. Nou, dan gaan we even terug naar een oude bekende. Hij heeft het shirt al wel eens gedragen. Davy Klaassen. Ja, de ontsnapping van dit jaar ongeveer in Duitsland. Hij heeft het gered. Hij heeft het ook ongeveer zelf nog gered daar. Ja. Gaat hij nog naar Amsterdam komen? Ook dit is een beetje een als-dan verhaal. Als je de geluiden hoort, het is niet. Ook deze hebben ze echt wel. Ja, iedereen kent Klaassen. Maar je wil wel voordat je die terughaalt, kijken, oké, hoe staat hij er nu op? Is iedereen erover eens dat hij echt de speler is die echt wat gaat toevoegen? Nou, toen hij wegging, was het echt een grote speler. Het was een voorbeeld. Ik weet ook dat ze bij Ajax zeiden, ook in de contractonderhandelingen met jeugdspelers, gaven ze altijd Klaassen als het voorbeeld. Hè. Alle jeugdselecties doorlopen, eerste elftal te lopen, nooit te vroeg naar het buitenland gaan, aanvoerder geworden, clubtopscoorde, belangrijkste speler eigenlijk van de Eredivisie. Dan naar het buitenland. Ja, vervolgens ging in Everton, ging eigenlijk alles fout wat er fout kon gaan. Wat ze ook bij Ajax niet meer hem als voorbeeld geven. Omdat dan zeggen de jeugdspeciaal, bij Everton flopte die. Nou ja, bij Werder heeft hij het natuurlijk gewoon stukken beter gedaan.
Maar tegelijkertijd twijfelen ze een beetje of ze het moeten doen. En dat kan ik me enigszins wel voorstellen. In die zin, Donny van de Beek was de opvolger van Klaassen. Moet je nu Klaassen weer de opvolger van Donny van de Beek laten zijn? Of moet je kijken, we gaan toch voor een ander segment? Dat kun je zeggen. De andere kant is, als je Klaassen haalt, je weet wat je haalt. Het is gewoon een hele stabiele speler. Het is een speler die altijd gaat, een goede mentaliteit. En in principe, als hij zijn vorm heeft, ook gewoon potentiële Nederlands elftal spelen. In ieder geval voor bij de selectie te komen. Dus ik zou daar kun je geen beul aan vallen. Alleen tegelijkertijd denk ik dat dit is niet de eerste optie is. Dit zal pas later in de transferwindow, denk ik, concreet kunnen worden als de eerste paar opties niet doorgaan. Het doet eigenlijk een stap terug als het nu Klaassen haalt als vervanger van Van de Beek? Ik denk het wel. Wat vind jij? Nou ja, ik denk het ook. Ik denk dat Klaassen inderdaad topniveau was. Maar Van de Beek heeft zich zo doorontwikkeld in de jaren dat Klaassen weg was. Dat hij misschien wel weer een stap beter is dan Klaassen in die tijd. Ja, en ik denk ook, kijk, Donny van de Beek staat nu voor iedereen volgens mij. Die zit sowieso bij de selectie van Oranje. Daar gaat niemand volgens mij, ook de Feyenoord supporters zullen daar niet over twijfelen. Dat hij genoeg kwaliteit heeft ervoor. Nou ja, en Klaassen is nu eigenlijk, die zit er eigenlijk nooit meer bij. Dus als je het zo bekijkt, zit daar al het antwoord in. Dat Donny van de Beek eigenlijk als opvolger van Klaassen, denk ik, Klaassen voorbij is gestreefd. Maar als Ajax dan graag wil aanhaken bij de Europese top, in ieder geval overwinteren Champions League, dat soort zaken, dan moet je eigenlijk inderdaad een andere categorie kijken. Dan moet je beter. Alleen dat blijft ook altijd het probleem bij Ajax. Zij willen een categorie hoger, maar die Heuberg is daar het beste voorbeeld van. Vaak kan dat niet, omdat die spelers grotere competities willen spelen dan de Eredivisie. Dan zit je daar al mee. Dan had je destijds met Tadic en met Blind en Promes wel voor elkaar gekregen, maar dat waren natuurlijk ook spelers echt met een link naar Nederland, met een link, in ieder geval met een gevoel bij Ajax. En dat kan niet elke zomer gebeuren. Dus dat is ook wel een beetje het lastige aan als je in de schoenen van Overmars staat. Van kun je echt die A-categorie, lukt het om die te halen? En anders kom je bij B, C, D opties uit. Nou ja, en dan kan het zomaar zijn dat Klaassen een van die opties is. Ja, dan hebben we het over de jongens die mogelijk komen. Ja. Het gaat in Amsterdam eigenlijk ook heel erg vooral om de jongens die weg zouden gaan. Ik zeg benadruk, weg zouden gaan. Ja, want ik heb Ziyech op de tribune zitten bij Chelsea. Die is weg, dat wisten we. Ja. Ja, verder is het redelijk rustig. Nee, en dan moet ik toch ook aan Ziyech denken, Ster. Want Ziyech was, ik heb Ziyech zo vaak gesproken en ook in interviews. Nou, die wist elk jaar, wist hij in de maanden april, mei, juni vaak ook nog een beetje van, ja, het is mooi geweest bij Ajax, ik ga er vandoor. Het is 2 jaar zo geweest. 2 jaar is hij gebleven. En laat me zeggen, als ik mijn hypotheek zou zetten in die maanden, blijft Ziyech wel of niet? Dan had ik alles in één keer geschoven. Nee, die gaat weg bij Ajax. En uiteindelijk bleef hij altijd weer. Omdat ik kwam altijd niet het ideale plaatje voorbij. En nu lukte alles, was alles rond. En nu gaat hij weg. En volgens mij is dat achteraf gezien misschien wel het beste geweest voor iedereen. En vooral voor mezelf. Want hij is echt als volgens mij de absolute grote verdette nu vertrokken naar Engeland. Maar als je dat in je achterhoofd neemt, zo moet je ook naar deze gevallen kijken. Onana, ook al 2 keer eigenlijk dat ik hem midden in het seizoen sprak, afgelopen jaren. En dat hij zei, ja, nou, deze zomer ga ik. En ik weet dat ik hem op het moment dat die competitie echt definitief werd stopgezet, had ik een telefoons interview met Onana. En toen bedankte hij, dat was samen met de Volkskrant, ik dan en zat ik nog bij het AD, ik kan moeilijk van je zeggen, wat was het AD. Maar hij zei toen van, nee, ik wil jullie bedanken, ik wil Nederlandse media bedanken voor 5 fantastische jaren in Nederland. Het was echt zo'n soort afscheidsspeech. En Willem Vissers was de collega van de Volkskrant. En wij belden. Willem heeft ook nog even een zegje gedaan. Maar het was een hele rare setting. Want je kon natuurlijk door de corona niet bij elkaar, dus was dat zo Zoom of iets. Ja, niet eens dat je elkaar zag, maar wel dat je elkaar sprak. Conference call, in ieder geval dat je elkaar sprak in één groep. En ik ben niet zo handig, hè, dat hoor je. Nee, maar, dat weet ik. Toen kwam dus, sloot hij echt af met van, ja, nee, ik ga er vandoor en bedankt. En dan heb ik daarna nog met Willem gebeld van, ja, heb jij dit nou ook goed gehoord? Hij zei, ja, ik heb het ook goed gehoord. Het was echt een soort hele gekke afscheidsspeech van hem. Nou ja, uiteindelijk gewoon opgetikt en Onana wil gaan. Maar ja, Onana is nog altijd gewoon actief in Amsterdam. Ja, nu hebben ze even dan vakantie. Maar ik ga er niet graag van staan te kijken als hij gewoon bij Ajax blijft. En te meer, omdat Overmars is daarin wel met Van der Sar eigenlijk altijd heel goed. Een soort balansbewakers. Die voelen nu ook aan, oké, Onana heeft niet het Ziyech-traject. Dat er al heel lang een club voor hem klaar staat. Dus hij is heel erg aan het zoeken met zijn zaakwaarnemer, Spaanse zaakwaarnemer. Van oké, welke club zou ik eventueel naartoe gaan? Los nog van het gegeven dat het voor keepers heel lastig is. Omdat daar moet echt een carousel op gang komen. En dan is dan Overmars om te zeggen, nou, wie weet kunnen we met een nieuw contract, hè, wat verbeterde voorwaarden, en weer de toezegging
dat je dan volgend jaar in de zomer kan gaan voor een bepaald bedrag, kunnen we hem houden. Nou, en dat zou perfect zijn. Ik denk dat dat spandoek van de F-site heel groot, hè, van blijf nog een jaar. Nou, ik denk dat dat de positie is. Daar hebben ze bij Ajax het meeste buikpijn van, die keeperspositie. Want ik denk als die Onana is zo gigantisch gegroeid in de jaren tijd, zo belangrijk, internationaal, maar ook nationaal. Ja, die erfenis wordt denk ik door niemand goed ingevuld. En dan kun je Stekelenburg, natuurlijk ideale tweede keeper, die dan nog wel eens erin kan gooien. Bij Ajax mocht Onana niet kunnen keepen. Dat is het verleden met Lamproer. Er zijn ook niet altijd even goed gegaan. Dus je moet een goede. Van Rela was ook niet echt een succes. Dus je moet een goede, stabiele tweede keeper hebben. Nou, dan heb je Stekelenburg top gehandeld. Maar als ze Onana kunnen behouden komend jaar, ja, dat zou perfect zijn. Dan heb je in ieder geval weer wat tijd gekocht om komend jaar op zoek te gaan naar een stand-in voor hem, ja. Maar nu heb jij hem een paar keer gesproken. Ja. Hij heeft zelfs afscheid van jullie genomen. Dus jullie hebben een goede band met elkaar. Ja. Is er nou een jongen die op een gegeven moment ook zegt van, ik moet die stap maken, want ik ben in die fase? Of is hij ook slim genoeg om te denken van, ik moet Ziyech traject, ik moet een goede stap maken. Een stap waar ik echt sportief beter van word. Nou, ik denk een combinatie van beide. Want hij is wel altijd kritisch geweest. Hij kwam natuurlijk ook van Barcelona naar Ajax toe. En hij wil nu eigenlijk weer die stap naar de echte Europese top. En daar is waar we het net over hebben. Als jij al die clubs kijkt, al die keepers liggen allemaal langer vast. Precies. Veel clubs hebben ook heel veel geld geïnvesteerd om een keeper aan te trekken. Ja, daar moet ze eerst vanaf. Wil die plek onder de lat vrijkomen. Dus ik denk dat hij is daar zelf ook wel kritisch. Het is best wel een grillige jongen. Het is tegelijkertijd ook een hele vrolijke jongen. Als hij heeft gewoon goed naar zijn zin bij Ajax nog altijd. Dus ik denk dat hij wel net zo kritisch is. Misschien niet zo kritisch als Ziyech. Ziyech was echt teamkritisch. Dan moest echt alles kloppen. Anders was hij al lang weg geweest. Ja. Dus dat zie je hem wel. En ik denk dat Onana ook wel een type is. Het moet wel. Hij gaat niet ergens naartoe om tweede keeper te zijn. Nee, en Van der Sar is daar belangrijk in, hè? Ook heel belangrijk. Ja, nog steeds hoef ik een interview met Onana te maken. Of hij begint wel ergens een keertje over Van der Sar. Dus ja, nee, dat ongetwijfeld ook speelt zeker mee. Tagliafico was een naam te noemen. Waarvan ik heb jou ook wel eens horen zeggen van dat waarschijnlijk de meest aannemelijke speler is om naar Ziyech te vertrekken. Ja, dat is ook een beetje vanuit Ajax laat het ook wel vallen. Je merkt ook wel de afgelopen weken, Ten Hag, Overmars, als je spreekt, als je ook een interview ziet, gaat het ook vaker dat over dit drietal. En dan is Tagliafico degene, ook op die is natuurlijk ook op een bepaalde leeftijd gekomen. Heeft Ajax natuurlijk geweldige dienst bewezen, maar ook zichzelf een dienst bewezen. Hij kwam naar Nederland en hij wilde ook aanvallend zichzelf ontwikkelen. Echt een modelprof. Nou, dat heeft hij volgens mij fantastisch gedaan, want hij kwam ergens linksback. Die verdedigende mannetje stond. En hij gaat nu waarschijnlijk weg gewoon als gewoon iemand die de hele linkerkant kan bestrijken. Maar bij hem is het wel. Dus hij heeft een Argentijnse zaakwaarnemer. En die is volgens mij gewoon op pad gestuurd. Met een bedrag van 25 miljoen. Dat is mondeling volgens mij afgesproken. En kijk maar of je een club kan vinden. En Ajax wil niet gaan zakken in prijzen. Zowel bij Van der Beek als bij Onana als bij Tagliafico is dat niet het uitgangspunt, want die staan gewoon sterk, want ze hebben allemaal nog meerjarige contracten. Maar bij Tagliafico willen ze wel, ze zijn wel bereid om mee te werken als daar echt een club komt en die willen ook echt een bod van 25 plus neerleggen, dan denk ik dat hij vertrekt. Ja, maar het is ook een beetje toch in die afspraken die dan eerdere zomers zijn gemaakt met het openen van het contract. Ja. Dat zijn dan de voorwaarden. Je zegt van oké, je verlengt nu, je blijft een jaar lang hier, je krijgt meer geld. En we zullen ze heel erg soepel opstellen, mits het juiste bedrag op tafel komt. Kijk, dat is echt de Ajax-tactiek. Dat is eigenlijk de Overmars-tactiek. En die tactiek heeft Ajax nu al een paar jaar lang heel veel gegeven. Natuurlijk ook, we zijn ze ook wel wat kwijtgeraakt, vooral wat geld. Want ze krijgen allemaal contractverlengingen onder betere voorwaarden. Maar het is eigenlijk heel slim, want de beste aankopen die Ajax de afgelopen jaren gedaan heeft, zijn bijna allemaal aankopen, zijn puur verlengingen geweest. Want vorig jaar ging het ook al over Tagliafico weg, Onana weg, Ziyech weg, Donny van de Beek weg. Allemaal hebben ze een opwaardering gekregen, gebleven. Nou ja, en dan wel inderdaad volgens de afspraken van wij werken mee als de voorwaarden. En niet voor de bodemprijs, maar als de voorwaarden voor beide kanten goed zijn. En dan wordt er inderdaad mondeling een bepaald bedrag vaak wel genoemd. Nou ja, en dan denken Overmars en Van der Sar ook wel mee. Alleen tegelijkertijd is Overmars natuurlijk echt wel een goede handelaar. Die gaat er ook niet onder zitten. Die gaat ook niet als Sinterklaas spelen zeggen, ga er maar vandoor. Dus op dat vlak is dat wel. Dat is echt wel de Ajax-tactiek. En je moet er niet gek van opkijken dat komende zomer weer met een paar spelers gebeurt. Ja, nu heb ik Donny van der Beek in een Real Madrid-shirtje gezien in de Spaanse krant. Ik heb wel eens een Manchester United-shirtje gezien, gefotoshopt in een Engelse krant. Ja. Ja, die meldt zich in principe ook gewoon op de eerste training bij Ajax. Voorlopig is het 1 augustus, beginnen ze weer. Ze hebben nu vakantie. En dan,
Ja, is de kans groot. Daarbij moet ik wel zeggen, ook, dat gaat ook voor Tagliafico en Onana op. Bij Ajax zijn ze al heel lang, eerst moeten die competities af worden gemaakt. En dat geldt vooral voor Ajax, dat geldt voor meer dan Nederlandse topclubs, maar vooral voor Ajax. Want als de Spaanse competitie klaar is, de Italiaanse competitie klaar, Engeland helemaal afgerond, dan zijn die geldstromen duidelijk. Dan weten ook echt de clubs wat er gaat gebeuren. Nou ja, en dan verwachten ze bij Ajax dat de clubs dan echt wel willen gaan doorpakken. Hè, die nu al een beetje sluimerende interesse in deze spelers hebben. Nou ja, en dat geldt natuurlijk. Hè, United, Real, je noemt de twee. Die worden natuurlijk ook steeds genoemd. Die zijn allebei natuurlijk ook heel concreet geweest. Real was er gewoon eigenlijk al allemaal een kan en kruiken. Maar goed, dat is dus even afwachten van welke kant het opgaat. Je hebt wel de indruk nu dat Real minder in de markt is. Dat die ook andere voorkeuren aangeven. En ook... die worden natuurlijk ook gewoon Spaans kampioen. Ja, Suleiman die moet dat alleen nog bevestigen. En dan zijn ze Spaans kampioen. Dan zijn ze het. Ja. Maar dan, ja, weet je, dan is het ook voor zo'n... Dat kan ik me ook nog voorstellen. Dat is ook nog wat anders dan dat ze bijvoorbeeld tweede zouden worden op 10 punten achterstand. Dan hebben die clubs vaak een schrikreactie van... We moeten investeren en er moet kopen, van alles kopen, gebeuren. Kopen, nieuwe precies, elftal. Er moet wat gebeuren om te overleven. Ja, en nu gaan ze met de kampioenselftal door. En dan is het de vraag van, ja, willen ze nog die 50 miljoen investeringen van de beek? Of kiezen ze andere opties? En... Zolang hij niet gekeurd, want alles was eigenlijk klaar, alleen de keuring, handtekening. Ja, dat laat op zich wachten. En ja, je krijgt wel de indruk hoe langer dat op zich wachten, dat steeds vervaagt. Ja. Nu lijkt Van der Beek mij een hele rustige, relaxte jongen. Ja, heel maar relax, ja. Laat hij zich gek maken nu, want de buitenwacht heeft hem weggeschreven. Nee. Maar dat is echt zo'n relaxe gozer. Die maakt zich echt dat, ja, we zouden zeggen totaal niet druk, omdat het klinkt zo. Ik bedoel, iedereen die... Ik kan zich wel voorstellen van als je zo'n buitenlandse stap dichterbij komt en je was er al heel dichtbij, dan ben je daar wel mee bezig. Maar die weet ook wel gewoon dat hij het ook bij Ajax zo goed heeft. En die weet ook van als hij gewoon zijn niveau haalt, dan kan hij natuurlijk naar zoveel topclubs. Echt naar Europese topclubs. En hij heeft nog een jaar en dus volgend jaar het EK. En als stel dat hij zich zo verder ontwikkelt, stel dat hij wel bij Ajax blijft. Hè, dat ze dit voor elkaar krijgen om hem te behouden. En een heel jaar lang natuurlijk belangrijk weer voor Ajax is. Nou, dan gaat hij misschien ook... Als baas spelen het EK in. Nou, dat kan weer ook weer andere dingen uitrollen. Maar goed, dat is allemaal als. Ver weg. Het zat natuurlijk heel erg aan te komen. Eigenlijk iedereen houdt rekening met Tagliafico, Van der Beek, Onana. Nou ja, ik denk als Ajax daar eentje van verliest, dan denk ik dat alle supporters blij mogen zijn. Want dat betekent dat je twee van die belangrijke spelers nog een jaar precies. In arena rondlopen. Ja. En geen hele chagrijnige gezichten als ze zich begin augustus weer zouden moeten melden. Nee, precies. Nee, dat sowieso. Dat merk je vaak wel bij die gasten. Zij hebben al zoveel meegemaakt als groep. Heel veel spelers zijn natuurlijk al 100 keer weggeschreven naar een topclub, Europese topclub. En wat niet doorging. Dat is volgens mij allemaal wel redelijk relaxed in staan. En ook nog, dat natuurlijk die transferwindow loopt natuurlijk zo lang door. Ja. Oktober, 5 oktober volgens mij. Oktober, ja. Dus ja, we gaan die misschien nog 28 keer zitten en dan is die wel of niet verkocht. Auto's van de straat. Kun je een beetje wennen aan die studio en zo. Ja. Hey, nog even een paar spelers waar ik even kort doorheen wil. Ja. Joel Veldman? Ja, gaat weg. Nou, nee, ja, dat is, ja, tik altijd aan door. Aftikken, ja. Aftikken door. Nee, ja, dat ligt iets anders. Ligt meer een beetje kijk het Tagliafico verhaal. Natuurlijk wordt heel erg gewaardeerd. De Veldman helemaal is natuurlijk echt een kind van de club. Alles doorlopen, noem maar op. Door knieblessure is natuurlijk ook een paar keer niet inzetbaar geweest. Vorig jaar West Ham United heel concreet. En nu... De afgelopen weken zijn er toch wel vanuit verschillende kanten gekomen. Olympique Marseille echt gewoon concreet voor hem in de markt. Vanuit Italië een club, vanuit Engeland drie clubs heel concreet. Dus ja, dat loopt. En hij heeft nog 1 jaar contract. Ik kan me ook zo voorstellen, het is ook vanuit Ajax beredeneerd. Zij gunnen hem ook wel een transfer. Alleen ja, een rechter centrale verdediger zou op dat vlak natuurlijk wel wenselijk zijn. Alhoewel je natuurlijk met Alvarez en Schuurs... Heb je natuurlijk ook twee... Heb je wat opties er nog achter, maar het is wel een... Er is veel over hem gezegd, hij is vaak verguisd en komt altijd weer terug. Ook in je elftal wel belangrijk, hè? Ja, ik heb dat nooit zo... Er zijn genoeg spelers bij Ajax waar je kritiek op kan hebben, hoor. Alleen bij Veldman vond ik het was vaak ook een beetje makkelijk zoeken. Terwijl ik denk ook wel afgelopen jaar is gebleken, toen hij met Blind dat centrale duo vormde, was het echt... Zat het echt verdedigend wel goed in elkaar. Toen hij wegviel... Ja, daarna Blind ook nog eens. Toen kwam het helemaal wat meer open te staan. Dus volgens mij iedereen helemaal met al die blessures. Iedereen gunt er volgens mij wel die stapje. En toch hebben we over de verdedigers Dest. Ja, Dest blijft zo'n verhaal. Daar zitten al die... Dat is typisch zo'n verhaal. Daar worden alle namen bij gedropt die je maar kan droppen. Dan zeg ik tot FC Zut van jouw clubje aan toe. Dus maar wie doet dat? Dat is de enige club die nog geen interesse in Dest heeft gehad. Verder de rest heeft de hele wereld interesse in Dest. Wij kunnen een goede bek gebruiken. Wie doet dat? Ja, wie doet dat? Het is een beetje samen... Loop van omstandigheden. Aan de ene kant
is hij natuurlijk heel aantrekkelijke speler. Want hij is een hele jonge speler. Het is in één keer een Amerikaans international geworden. Ze hebben bijvoorbeeld Davis bij Bayern München gezien, die op die andere flank tekeer gaat. Nou, hij heeft daar wel wat van weg. Het is een dynamische speler. Het is een beetje een moderne back. Ja. Dus dat klinkt heel aantrekkelijk voor heel veel clubs. Nou ja, en hij heeft in de afgelopen seizoen is hij eigenlijk als een komeet gekomen, zichzelf laten zien. Champions League natuurlijk zichzelf laten zien. Dus dat er wat interesse op kan komen. Maar ja, nu legt het wel echt het rijtje van sluit maar aan. Hè? Met allerlei topclubs. Maar help mij even, Freek. Komt dit nou vanuit een zakennemer? Of komt dit vanuit buitenlandse media? Waar komt dit vandaan? Ik denk een groot deel buitenlandse media wel. Nou ja, zakennemers, hoe ik hun zijn zakennemers ken, dat zijn geen zakennemers die dit allemaal te pas op als droppen. Die zijn er wel, maar in zijn geval valt het volgens mij wel heel erg mee. Dus het is ook een beetje een sneeuwbaleffect natuurlijk, hoe dit tot stand is gekomen. Iemand lijkt in beeld of is in beeld bij München. Dus dan is er heel snel in andere landen van, dat is een goede back. Die club zoekt een back, dus er zal des ook wel in beeld zijn bij. En dan was hij bij München ook nog een keer langs geweest. Dus er is helemaal koor op de molen. En ja, het blijft een aantrekkelijke back. Alleen ik denk tegelijk dat is aangenaam een mooi bedrag voor kan vangen. Ja. Met Mazraoui dan? Nou, dat heb ik sowieso. Ik vind Mazraoui niet minder dan Dest. En Mazraoui heeft afgelopen jaar een moeilijk jaar gehad, onder meer door blessures. Maar ik vind Mazraoui een hele stabiele speler, die ook in het superseizoen van Ajax in de Champions League was hij als rechtsback gewoon een prima factor. De afgelopen jaar bij Chelsea uit, wat heel lang heel goed ging, vond ik hem ook een van de betere op het veld. Dus ik zou zeggen, joh, als je Dest ervoor bij een handelaar, maar stel dat je nou, wat zullen we erop plakken, 20 miljoen? 20? Nou, dat zou 15? Zou ik het zo doen. Ja. Nou, stel dat je 15 miljoen of 20 miljoen voor Dest kan vangen. Uit je eigen jeugd gekomen. En je hebt Mazraoui en je hebt Timber natuurlijk ook nog eens achter de hand. Die er ook aan zit te komen. Dan kunt u aftikken. Strik eromheen. Hebben we hier dus ook al geregeld? Ja, nee, dat regel je ook. Een soort onderhandelingstafel. Dit is zo makkelijk. Ja. Volgende keer vragen of Overmars erbij komt zitten. Dan regelen we dat in één keer. Ja. Laatste, misschien niet eens nodig. Ja. Precies, laatste naam dan nog. Ja, we hebben het over een Ajax speler, maar hij droeg het shirt van Ajax helemaal niet. Botman, ja, dit is eigenlijk een hele rare transfer zijn dan natuurlijk. Nee, leg het even uit. Nou, vorig jaar was het oké. Sven Botman, ja, die mocht in de eerste oefening wel eens een beetje meedoen. Net zoals Dest. Eigenlijk Dest viel gelijk op, die bleef erbij. En heel veel jonkies, die vielen weer terug. Nou, Botman, oké, totaal geen zicht natuurlijk op speelminuten. Heerenveen wilde hem hebben, huren. Nou, dan wordt hij verhuurd. Er was niemand bij Ajax die dacht, oh, we gaan Botman missen komen doen. Nee, en voor Botman was het perfect, want die kon lekker centraal achterin bij Heerenveen. Nou, bij Heerenveen, dat deden ze normaal gesproken nooit aan verdedigen. Hè. Die kregen elke wedstrijd altijd 3-4 tegen de hoepen. Dat wonden ze vaak ook nog wel. Afgelopen jaar ze voor het eerst een beetje van de verdediging. En Botman heeft daar een supergoed jaar gehad. En dan kwam in de winterstop aan Norwich City, toen, ja, nu inmiddels gedegradeerd, maar toen nog gewoon heel erg actief in de Premier League voor hem. Nou, dat was al een teken aan de wand. Nou ja, en dat is zich verder gaan ontwikkelen. En dan komt zo'n Lille voorbij. Ja, daar waren we gewoon, laat maar zeggen. Hè, met de Chouinard en ook Ajax zelf. In november was het volgens mij. Het is gewoon een club die in de Champions League speelde. Ja. Ja, en die wil dan doorpakken. En die wil denk ik ook aan een geweldig bedrag. 8 miljoen volgens mij, 7 miljoen. En dan komen er nog sowieso gegarandeerde bonussen bij. Dan zou het richting 8, 9 miljoen gaan. Ja, voor een speler die je verhuurde, waarbij je eigenlijk, en niemand zegt dat hardop, maar eigenlijk iedereen binnen Ajax had zoiets van, ja, die verhuren we. En ja, het zou ons ook niet verbazen als die de komende jaren via Heerenveen bij Twente komt en vervolgens bij Vitesse en zo'n carrière heeft. Het is, ik moet meteen denken aan die Johnson die nu bij Pek Zwolle speelt. En die gaat nu weer terug naar Ajax volgens mij. Nou, daar zit ze misschien bij de B3 te wachten dat hij daar meedoet, maar die totaal uit zicht. Precies. En dat heb je natuurlijk met deze jongen, die heeft zich wel iets ander type spelen. Die heeft zich gewoon heel goed laten zien. En aanvankelijk was ik de bedoeling, joh, die komt gewoon leuk terug. En dat wordt eigenlijk de backup voor Daley Blind. Als linker centrale. Dus daar heb je ook een prima backup. Alleen als dan een club voorbij komt en die wil zoveel miljoenen op tafel leggen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij zegt, ja, dit is zo'n buitenkantje wordt er vaak eraan geplakt. Dus maar voor hem, er moeten nog handtekeningen worden gezet, wat ik begreep. Ik heb met zijn zakennemer even contact gehad. Dat komt omdat zij moeten eerst verkopen. En er staan daar wat spelers. De namen laat ik weer voor Suleiman even vervrijen. Maar er zijn daar een paar spelers bij Lille. Die worden voor flinke bedragen verkocht. En dan, als dat dan rond is, zet hij zijn handtekeningen. Volgens mij ook voor 5 jaar. Dus ja, voor hem zelf een toptransfer. Top, ja. En voor Ajax ook top, ja. En voor Ajax is het natuurlijk wel ideaal als je zo'n jongen kan verkopen. Voor datzelfde bedrag ga je eigenlijk nu die Kudus binnen. Dus eigenlijk heb je een jongen die je eigenlijk niet
nodig gaat hebben. En dan kun je nu, een gokje klinkt wat zwaar, maar die jongen kun je gewoon halen op 19-jarige leeftijd. Nee, daarom. Ik denk dat dit in dit geval ook wel samenhangt. Want het was ook de afgelopen weken, maanden, dat je heel erg hoorde van, nee, Ajax moet eerst verkopen voordat de spelers komen. En dan denk ik bij verkopen, denkt iedereen, dacht ik zelf ook, oh, nou, dan gaat het. En dat is Onana van de Beek, Tagliafico, daar moet eerst iemand weg. Maar ja, als je dan ziet dat Botman weggaat en er komt zo'n bedrag, ja, dat hebben ze waarschijnlijk, hebben ze dus groen licht gekregen van de Raad van Commissarissen. Om dus te zeggen, oké, nou, met dit geld kun je inderdaad. We hebben die lijntjes gewoon door. We hebben de lijntjes gelegd. Dat is niet meer klaar. Maar het is toch wel lekker als je een speler hebt die bij Ajax heeft gespeeld. Ik denk dat ze in Rotterdam en Eindhoven toch wel eens kijken van die jongen met de Ajax-opleiding. Jaartje voor Berenveen en dan zo'n bedrag. Ja. Terwijl als jij je kan spelers bij Feyenoord opleiden, maar dan krijg je meestal toch maar de helft van dat bedrag, zeg maar. Ja. Dat is toch wel de luxe van een Ajax-speler. Jij slingert hier weer even een lekkere discussie aan, denk ik, hieronder. Dus nou, ik ben even benieuwd. PSV. Ja, nee, Marten van Geel zei dus volgens mij ook een keertje bij de verhaal van Tom Knipping over de waardes. Ik kan me voorstellen bij PSV en Feyenoord soms ook wel frustrerend, dat de waardes van die spelers zijn vaak gewoon de helft van de waardes van de spelers van Ajax. Precies. Ja, tegelijkertijd zeggen ze bij Ajax natuurlijk van, ja, wij spelen natuurlijk de Champions League, wij hebben onszelf laten zien. Nou, dat geldt natuurlijk, de erfenis van die Champions League van anderhalf jaar geleden is natuurlijk nog steeds voetbal. Die spelers zijn nog steeds op bepaalde waardes. Alleen, ja, ik kan me voorstellen dat dit is voor een beleidsbepaler. Is het wel heel lekker dat je zo'n speler zo wegzet. Je. Precies. Hey, tot slot, jij zegt al, begin augustus gaat er weer getraind worden. De maand augustus begint een beetje vorm te krijgen bij Ajax. Ja, dat wordt eindelijk weer zo. Nee, maar ik heb thuis dan, thuis een bureau. Want je moet ook ergens je hebt een bureau thuis? Ja, ik heb ook een kantoor, ik noem het ook de redactie. De redactie. Maar dat is ook meer, als ik niet oplet, de speelkamer voor mijn dochters. Maar dat terzijde, maar dan heb ik dus op mijn bureau nog altijd rechtsboven. Ik kan het niet weghalen. De opstelling van Heerenveen Ajax, dat blaadje wat je het oude Lensgestadion altijd krijgt, jij weet het. Met de opstellingen van Heerenveen Ajax. En hij ligt echt vanaf dag 1 van corona, ligt hij daar rechtsboven op mijn bureau. Bijna autistisch hoe ik het zeg, maar ik kan hem maar niet weghalen totdat er weer gevoetbald wordt. Dus ik kijk uit naar de eerste wedstrijd, dat je gewoon weer een opstelling krijgt. Nou ja, en dat gaat 8 augustus gebeuren natuurlijk, Ajax-RKC. 13 augustus Ajax-FC Utrecht. Dat zijn de twee oefenwedstrijden van de Foxmaand. Ja. En daarna gaat Ajax op pad. 1 augustus begint Ajax dan met trainen, met de officiële voorbereiding. Dan verwacht ze ook dat Anthony erbij is. Nou, dat zou top zijn, dan moet het papier nog rond worden gemaakt. Maar dat hij dan kan instromen. En dan gaan ze na die wedstrijd tegen Utrecht, gaan ze 2 dagen later op trainingskamp. Naar Bramberg aan Wildkogel. Kijk. Aan Wildkogel, dat klinkt zo lekker erachteraan. Ja. Zijn we vorig jaar ook geweest. En dat is echt zo'n soort, echt een heel klein dorpje in Salzburgerland. En dan gaan ze een week trainen. En dan spelen ze 2 oefenpotjes, waarvan de laatste oefenwedstrijd, 22 augustus volgens mij, tegen Red Bull Salzburg. Dus dat is ook weer leuk. Dan zeggen natuurlijk de kijkers gelijk, hey, de 2 oud-Ajaxiden bij Red Bull Salzburg. Wat moet ik zeggen? Ik geef hem hier. Ja, nu moet je even. Ja. Christensen. Ja. En die centrale verdediger Weber. Ah, maar dit had je al opgezocht. Dat heb ik vanmiddag al gezien. Ja. Dan zit je nu al te spelen. Zo eerlijk. Dat moet je zeggen, dat is gaaf. Ja, nee, heel goed, heel goed. Weber Christensen, die komen ze tegen. Als je het hebt over spelers die voor mooie bedragen verkocht zijn. Maar goed, dus dan gaan ze spelen 20 augustus. En dan, daarna is het, komt nog een interlandperiode. En dan gaat het eindelijk weer beginnen. Ja, dan wil ik tot slot ook nog heel even kort hebben over de Champions League. Want ik had over Champions League spanning in Amsterdam. Maar dat is puur vanwege de directe ticket. Hè. Ik ga even niet over AZ hebben. Laten we even er puur vanuit gaan dat. Dat vinden ze allemaal niet leuk als ik het over AZ ga hebben. Zullen we het ook vooral even niet doen? Laten we vanuit gaan dat Ajax inderdaad als eerste is geëindigd. En dus het mooiste Champions League ticket gaat pakken. Dat betekent directe plaatsing voor de Champions League. Mits dat fantastische Lyon. Volgens mij de Lyon en Napoli. En Napoli, als dus die de Champions League niet winnen, dan gaat Ajax exact, de Champions League. Exact, zo is die. Ja, en dan is het natuurlijk geloot vorige week. Ja. Ja, dat noemen ze dan jinx of zo. Maar ik zou bijna willen zeggen, als Lyon of Napoli met dit speelschema de Champions League wint. Ja. Nou, wat zullen we dan erop zetten? Nou, zeg het. Wat gaan we dan doen? Nou, laten we maar niet erop zetten. Want ik moet ook nog voor iets anders dan Grillburgers bakken. Ik heb begrepen dat jij nog een keer aan de bak moet, inderdaad. Dus nee, maar elke helder denkend mens gelooft daar niet in. Ik vond het begin toen, op een gegeven moment ging het nog over Atalanta en Bergamo. Toen dacht ik nog bij mezelf, dat zou zomaar een heel goed seizoen kunnen. Maar die zijn natuurlijk door hun goede reeks bij de eerste 4 van Italië. Dus tweede, volgens mij. Lyon, Napoli, als die de Champions League winnen, heeft eigenlijk een probleem. Maar die weg is volgens mij helemaal via Bayern München loopt die en weet ik wat allemaal. Dus die spanning is niet voelbaar in Amsterdam. Nee, maar ik denk wel, niet voelbaar, maar ik denk wel als die wedstrijden zijn, dat er toch heel wat Ajax supporters voor de tv even opveren als Lyon of Napoli een doelpunt tegenkrijgt. Want uiteindelijk zal het toch voor het eerst sinds 5 jaar volgens mij zijn
dat ze een voorbereiding gaan draaien waarin niet iedereen op de klok kijkt van je moet over volgende week al voorronde Champions League gaan spelen. Het is natuurlijk ook vaak verkeerd afgelopen. Dus als die zekerheid hebben van de groepsfase, nou, tot de winter stoppen, in ieder geval Champions League voetbal, hoop inkomsten, hè, zoveel miljoenen die binnenkomen, ja, dat zou deze voorbereiding een hoop rust geven. Je kan gewoon dus rustig gaan toewerken van begin augustus naar 12, 13 september naar een eerste competitieronde, ja, gewoon, zoals competitieronde het zou moeten zijn. Ja, dan hebben ze in één keer eigenlijk en dat is ook de reden waarom ze volgens mij ook een beetje in deze blokken hebben verdeeld. En vanaf augustus eigenlijk een redelijk rustige voorbereiding hopen te draaien. Maar ja, de transferwindow is open, dus we kunnen hier nog genoeg dingen gaan meemaken. Een rustige voorbereiding wordt al. Freek, dankjewel. Laten we in de komende weken vooral vaker hier gaan zitten om hierover te spreken. Dat was lang al gelijk voor de eerste keer. Ja, dat is lang. Even inkomen, hè. Maar kijken mensen dit helemaal af, denk je? Of hebben ze al halverwege het uitgezet? Nou, je hebt zinnige dingen gezegd. Ik hoop toch wel. Ja, voor de eerste keer was het ja, oké. Okay. Dit was best goed. Ja, okay. Je moet iets meer doen met media. Ja, jij wist die quiz. Moet ik nou elke week met een quiz komen voor jou of niet? Doe me niet. Nee, daar ga ik af. Wil je de mensen nog vragen te abonneren en zo? Oh, dan moet ik zeggen. Wat wil jij, ik heb voor pro-reclame gemaakt, VI.nl. Het blad ligt op tafel. Ja, ja, en dan abonneren. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Want ik moet er even in komen. Jij kijkt niet zoveel YouTube-filmpjes. Hoeveel abonnees zijn er al? 110.000, hè? Nou, we zijn in ieder geval over 100.000, weet ik. Maar dat is nee, oké. Okay. Abonneren moet je zo doen, hè? Ja. Duimpje omhoog en abonneren. Ja. En ja. Nou, duimpje omhoog en abonneren hieronder, kijkers. Nou, dit was hem al. Freek, dankjewel. Tot de volgende keer.